en theater on stage heeft na lange tijd stil te hebben gestaan nu vaker voorstellingen. Afgelopen vrijdag is er voor 150 kinderen van 5 tehuizen de voorstelling Alvin en de Chipmunks gepresenteerd. Winston Adaba, dansinstructeur van de dansgroep The Mysticals, zegt dat de voorstelling speciaal is gepresenteerd aan deze jongeren, omdat ze vaak genoeg worden vergeten. De voorstelling is voor en door kinderen. De jongeren van de dansgroep hebben ruim 2 maanden getraind om deze benefitvoorstelling in elkaar te zetten. Personages uit de tekenfilm zijn tot leven gebracht met behulp van danstheater. Vandaar het initiatief, zeg maar. Omdat toen ik natuurlijk jonger was, was Alvin en de Chipmunks een van mijn favoriete tekenfilms. En natuurlijk ook voor velen, want het was best wel bekend. Toen hebben we ervoor gekozen om eerst de Alvin en de Chipmunks te pakken, want er komen sowieso meer. Maar in het voorprogramma zagen we de iets wat oudere dansers en danseressen. Ja, dat zijn de advance groep. Dat is de advance groep van de Mysticals. Dat zijn de iets oudere studenten. Hun hebben een voorproefje van het stuk die we in augustus gaan presenteren aan u of aan het publiek gegeven. Het gaat namelijk over het stuk kanker, welzijn, bewustzijn van kanker en ook een boodschap. Er zit een boodschap in dat we de mensen die jammer genoeg kanker hebben niet moeten wegstoten. Adaba zegt dat in de komende periode meer voorstellingen kunnen worden verwacht. Daarbij zal de focus niet alleen worden gelegd op kinderen, maar ook andere doelgroepen binnen de samenleving. Met de ontwikkelingen binnen de dansgroep wordt het dansen nieuw leven ingeblazen. En daar zijn we zeker trots op. Het is ook iets positiefs. Zo kunnen we de jongeren natuurlijk positief bezighouden dat ze geen gekke dingen gaan doen daarbuiten. Dus het is heel goed.